We zijn even naar Londen gekomen omdat Wim Oosterlink van Q vanavond gedropt wordt op een heel speciaal evenement. Geblinddoekt en met een koptelefoon op. Hij weet niet waar we zijn en wat we gaan doen. Voor ons is het ook tof om even in Londen te zijn. We zijn vanmiddag vertrokken om 12 uur en we vertrekken morgen voormiddag om 11 uur terug naar Brussel. Maar wij weten natuurlijk wel wat dat hij gaat doen en het is eigenlijk echt wel big deal. En het is een rode loper, dus we moeten een beetje deftig gekleed zijn. Maar ik ga niet overdrijven. Ik ga gewoon een witte t-shirt aandoen, een blazer en een zwarte broek. Geen kostuum. Maar het is nu bijna 4 uur en we gaan zo meteen al vertrekken, want we gaan een taxi nemen. En dat zou wel echt 1,5 uur kunnen duren voor we daar zijn, want het is in die O2 Arena. Het is trouwens een super mooi hotel. Daar is de O2 Arena. We go a bit. The other side of the city is looking nice. The big building, you know, the Barclays CGV. Vanavond gaat de live show van The Fast and the Furious in première in de O2 in Londen. Dat is een gigantisch groot gebouw waar ook concerten en zo worden gegeven. En voor de actie Blind Gedropt hebben Sam en Heidi Wim naar Londen gestuurd en gaan hem droppen op de rode loper waar Vin Diesel zal zijn. En hij mag er even mee babbelen. Daar loopt hij. We hebben intussen een bandje gekregen met een kaartje. Fast and Furious Media. Dat is zo cool. Ik ben helemaal niet zo'n mega Vin Diesel of Fast and Furious fan, maar dit is zo zot. Ze hebben ons net gefouilleerd en al onze spullen gecheckt. Want we hebben natuurlijk een hoop spullen mee om de verbinding te doen en zo. En ja, ze kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Alles openmaken, alle batterijen tonen, alles. Stel u maar eens voor dat iemand een aanslag wil plegen op Vin Diesel. Op dit moment zijn we aan het wachten tot straks Vin Diesel passeert. Wim weet nog van niks. We gaan ook speed op Facebook live. Dat kunt je niet meer bekijken, want dat is al te laat. Maar hij is zo zenuwachtig en terecht. Blijkbaar hebben maar 3 zenders of zo in de wereld een interview vanavond met Vin Diesel. En 1 daarvan is met Wim. Wim Oosterlink. Welkom op de première van Fast and Furious Live aan de O2 in Londen met voor uw neus Vin Diesel. Hi guys. Vin Diesel. Hi. Hi. Hello. Hi, my name is Wim. Hello. I am so excited to see this live theatrical performance. I can't even believe it's happening. I mean, you know, Fast and Furious is a gift that keeps on giving. De rode loper is leeg. Daarnet stond Vin Diesel hier. Wim heeft echt met hem mogen praten. Hij stond een meter van ons. Eigenlijk is dat crazy. Fast and Furious zijn van de populairste films ever. En die stond hier gewoon. Dat was kei tof. Nu, je kunt niet echt een gesprek voeren met Vin Diesel, want die roept alleen maar. Die luistert ook niet echt naar de vragen. Maar maakt helemaal niet uit. Was super tof. En zometeen is er in die O2 Arena ook nog de show Fast and Furious Live. We weten nog niet zo goed of we gaan. We gaan zien wat we gaan doen. Vooral even proberen opwarmen nu, want het is echt zo koud. En hoe gaat dat dan? Zo. Yes. We zijn nu terug in de hotelkamer. We zijn nog even naar de show geweest van Fast and Furious Live. Ik moet zeggen dat de show wel indrukwekkend was, technisch. Er waren een paar heel straffe dingen te zien. Het zijn auto's die rijden met explosies en al. Straffe chauffeurs en al. De tussenstukjes, gepresenteerd door een man en een vrouw, waren verschrikkelijk. Are you joking? Heck no! Look, I get drag racing. You're a really fast car, driving in a straight line, change gear. Als 2 5-jarigen die proberen te acteren. En nu wil ik zo graag mijn bed in, want ik ben zo moe. Dus slaap wel. Het was echt een mega drukke week. Maar zo leuk, zo toffe dingen kunnen doen. Als je een beetje detail wilt weten, moet je eens naar backstage kijken. Ik zal de link hieronder zetten in de beschrijving. Als je niks te doen hebt, duurt bijna een kwartiertje.
Nu is het back to reality. En ik denk dat ik een beetje door vorige week, door mijn winterdip heen ben. Voel mij een stuk beter. Maar nu ben ik gewoon moe. En ik zou nu kunnen zeggen dat deze week compleet normaal is. Maar dan zou ik liegen. Ik werk deze week voor Backstage en voor Joe. Want die doen een actie deze week en die hebben ook af en toe filmpjes nodig. En die maak ik. Wel tof. Voilà, ik ben weer up and running, vol een bak aan het werken. Backstage en een opdracht voor Joe deze week. Vlog nu ongeveer anderhalf jaar of zo, denk ik. Het is zo tof om te zien dat mensen mij vinden. Want ik denk dat ik op een bepaalde manier wel redelijk oké ben in deze stijl of zo. En er zijn mensen die zoeken naar deze stijl. Dus voor bepaalde opdrachten, in plaats van dat ze op zoek zijn naar een cameraploeg van 3-4 man, zoeken ze tegenwoordig vaak mensen die helemaal alleen iets tof kunnen maken met video. Zoals dat bij een vlog ook zo is. Zo ben ik nu ook bijvoorbeeld filmpjes aan het maken voor Sven Ornelis. Want hij was gevraagd door Albert Heijn, de supermarktketen, om een aantal filmpjes te maken voor hun Facebookpagina. En ik maak die voor hem. Als je ze wilt zien, ga zeker eens checken op de Facebookpagina van Albert Heijn. Ik ben ondertussen mijn bril aan het proper maken, want die is altijd zo smerig dat ik er bijna niks meer door zie. En vanavond zijn we uitgenodigd bij Steven en Cato. Steven is die gast waarmee ik naar Schotland was. En Cato is zijn lief. Steven woont in een super zot huis, midden in het centrum van Brugge. Brugge is zo'n beetje als Gent, maar dan anders. Bruges. Ga je gewoon een speelkamer hier of wat? De plantjes zo. Ja, en... Ja, hier voor dingen, hè. Daar... is niet geschikt voor YouTube, kijk het Vlaanderen, nee, de rommel. Zo achter de schermen van een grote Tomorrowland DJ. Put your hands up. En dan moet je zo aan al die knopjes zo doen alsof je daaraan draait, zo. Gelijk ja, de echte zo. Oefenen, zo doen alsof zo. Dan gebeurt er niks, maar dat is cool. Kunt jij dat ook zo draaien en al? Ik? Ja. Nee. Ik laat dat over aan hem. Wat is de coolste kamer eigenlijk? Damn. Met de moes! Dat is cool, hè? Wie heeft zo een beest in zijn living hangen? Met is dat zacht? Dat is nou. Ja, ja, ça va wel. Zo, hier hangt de ademsappel in. Zo. Wat een cool beest wel. Wie heeft dat nu in zijn living? Kerstboom staat ook nog. Na een rondleiding in huis moet je dan zo gelijk cribs doen, hè? Ja, wat dat er in de fridge zit. Nee, ja, dat kun je ook tonen. Je hebt het nu gezien, bol het maar af of zo. Get the fuck out of my house. Waar is de fitness? In de kelder, ondergronds helemaal. Allee, merci. Het kan wel niet anders dan een geslaagde week zijn. Ik heb Londen nog eens gezien, Vin Diesel gezien, toevallig. En ik heb Steven nog eens gezien en Cato. Nu ben ik op weg naar de sauna. Zo heet het gebouw waar de kantoren zijn, waar Rick en Arnoud zitten. De mannen die eigenlijk ervoor hebben gezorgd dat Backstage bestaat. En dat is daar. In de tuin van Medialaan. Sauna. Is er weer wat tv aan het kijken of wat? Spotify zelfs gewoon. Ah, hoe is het? Wat? Hallo. Die camera's hier! Ah! Ga dan ergens anders werken. Is zo verlegen. Dat is Brit. En Brit is niet verlegen. Hallo, stel u niet aan. Ja, zeg maar. Dat valt wel op. Ik ben meer into de kleine camera's. Waar ligt die van mij hier? Dat is wel iets anders, hè? Ja. Ik ga afsluiten met een klein vraagje. Ik heb heel impulsief samen met Bas een paar dagen Kopenhagen geboekt. De eerste week van februari, als ik me niet vergis, is er iemand al in Kopenhagen geweest. Als iemand goede tips heeft, altijd welkom. Meanwhile, merci om nog altijd te kijken naar mijn wekelijkse vlogs. Ik apprecieer dat enorm. Vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje omhoog. Als je nog iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, kan hieronder in de comments. En volgende week woensdag is er een nieuwe vlog. Tot woensdag.